Dames en heren, welkom in Kuala Lumpur. Hallo en welkom bij Wereldreis TV, seizoen 3. Na een zeer aangename vlucht van 11,5 uur, met dank aan KLM, zijn we aangekomen in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Maar hier blijven we maar één nacht, vandaar dat we ook op het vliegveld blijven. We verblijven in dit hotel. Want morgen vertrekken we weer verder richting Jakarta met AirAsia. En als je dan toch in Jakarta bent, waar kun je dan beter beginnen dan bij het Nationaal Monument ter gelegenheid van de onafhankelijkheid? We gaan nu naar Kota Tua, de oude stad. De band tussen Nederland en Indonesië bestaat al een paar honderd jaar. Maar hoe kwam dat ook alweer? Hoe zijn we ooit hier terechtgekomen? Hiervoor moeten we terug naar het jaar 1580. Het jaar waarin de Spaanse koning Filips II de Portugese kroon erfde. In die tijd waren de Spanjaarden en Portugezen al bezig om overzeese gebiedsdelen te veroveren. Van deze gebieden namen ze onder andere specerijen mee naar Europa. Toen de vraag hierna bleef toenemen, terwijl de handel door de 80-jarige oorlog werd bemoeilijkt, besloten een aantal Hollandse investeerders en kooplieden eigenhandig handelsvloten uit te rusten om zelfstandig handel te drijven met de exotische gebieden. Het duurde niet lang meer voordat de Nederlanders de greep op de specerijhandel overnamen van de Portugezen.
Maar om lucratief te blijven moest er worden samengewerkt. Zo vond de raadpensionaris van de Staten van Holland, Johan van Oldenbarneveld. Dit leidde tot de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op 20 maart 1602. Van de Staten-Generaal mocht deze eerste beursgenoteerde multinational ter wereld alles uitvoeren wat maar dienstbaar kon zijn aan het verwerven en in stand houden van het handelsmonopolie. En na strijd met de Engelsen, de Portugezen en de lokale bevolking besloot de VOC zich te vestigen, zich permanent te vestigen op Java. Daarvoor werd de oude stad Jakarta met de grond gelijk gemaakt en werd een geheel nieuwe stad opgebouwd, genaamd Batavia. En dit is het eerste stadhuis van de VOC hier in Jakarta, Batavia. Even een simkaartje kopen, zodat we ook internet hebben in Indonesië. Dit is mijn nummer als je me wil bereiken. En na een middagje struinen door Jakarta is het lekker landen hier in de Batavia Marina.